Breda, groen, grenzeloos en gastvrij. Zo werden ze geopend, de Nationale Special Olympics. Afgelopen weekend was Breda samen met Tilburg de organisator. Vrijdag was de opening van het evenement waar het om meer draait dan alleen sportieve prestaties. Nou, het is mooi zeg maar, dat het evenement aan zich zorgt dat mensen eigenlijk veel meer zelfontplooiing krijgen. Dat ze veel zelfverzekerder worden, dat ze heel veel leren in zo'n evenement. Het is niet alleen maar winnen en verliezen, maar het is ook ervaring opdoen van het krijgen van nieuwe vrienden of vriendinnen. Maar ook omgaan met teleurstellingen en misschien ook wel verliefdheid, geen idee. Maar alles zeg maar, komt in dit evenement samen en dat maakt het zo mooi dat die Special Olympics er zijn. En dat er ook aandacht gevraagd wordt voor een hele mooie, bijzondere doelgroep. Waar het eigenlijk helemaal niet uitmaakt dat ze een verstandelijke beperking hebben. Maar dat ze gewoon lekker sporten en plezier maken en gezond bezig zijn. Als special guest kwam ook nog zanger Frans Bauer optreden. Groot applaus voor al diegenen die hier aan strijden hier komen. Zeg eens even. Willen jullie meer Frans Bauer? Ja! Willen jullie meer Frans Bauer? Ja! Daar ben je! Tilburg en Breda. Soms tegenover elkaar als rivalen, maar deze keer gingen ze hand in hand. Wat heel mooi was, was dat Breda en Tilburg 2,5 jaar geleden tegen elkaar zeiden, wij willen eigenlijk een evenement organiseren, speciaal voor onze doelgroep, voor onze atleten. En dat willen we vooral samen doen. We willen niet tegen elkaar concurreren. Het is niet NAC Willem II. Het is één evenement wat we als beide steden uitdragen. En dat is eigenlijk het vertrekpunt geweest om samen met de provincie en uiteindelijk samen met ons en al die mooie sportverenigingen dit evenement neer te zetten.